1. We zitten midden in een crisis, dus wat mij betreft komt er echt een investeringsprogramma in 2013, waar wij als SP in ieder geval 3 miljard voor hebben gereserveerd, om te zorgen dat de boel weer op gang komt. Als je in de bouw kijkt, dat is een enorm groot probleem. Heel veel bedrijven gaan over de kop, heel veel mensen die ontslagen worden. En iedereen zit op elkaar te wachten en er gebeurt niks. Dus daar moet de overheid echt op korte termijn iets mee gaan doen. Het tweede waar iedereen van belang bij heeft, is dat we eindelijk eens een forse streep gaan zetten in de bureaucratie. Bureaucratie in het onderwijs, bureaucratie in de zorg. Het levert overigens nog geld op, ook nog eens een keer. Dus je houdt daarmee ook nog je publieke voorzieningen betaalbaar. Ja, en derde is het consumentenvertrouwen. Dat moet echt omhoog. Vertrouwen is echt het sleutelwoord voor de komende tijd. Kijk, de financiële markten die hebben sinds de jaren 80-90 compleet vrij spel gekregen. Ze konden woekerpolissen in de markt zetten, ze konden ongebreidelde risico's nemen met alle gevolgen van dien. We zitten nu niet naar mensen te kijken, maar we zitten alleen maar naar financiële markten te kijken en wat gaan die doen. We krijgen geen fatsoenlijke oplossing omdat de grillen van de financiële markten daarvoor gaan liggen. Dat is niet gezond, daar moet dus echt paal en perk worden gesteld. Splitsen van banken, het invoeren van een Tobin-tax, het zorgen dat de bonussen in de financiële sector gewoon verboden gaan worden. Zorgen dat er dus vroegtijdige controle komen op financiële producten. Dat als die niet deugen, dat die direct niet op de markt komen. Nou, zo hebben we natuurlijk een waslijst aan voorstellen die daar dus gedaan worden om dan nu eindelijk te gaan beteugelen.